Elfie Maas, jij bent hier nieuw bij de Gent Ladies. Je komt uit Nederland. Je hebt daar bij leuke clubs gespeeld. Buitenvelder, een club die in de competitie, ook in de beker, wel eens verraste. En dan AZ Alkmaar. Hoe kijk je naar je nieuwe uitdaging hier in België? Ja, heel veel zin in. Ik denk nieuwe energie, nieuwe meiden, andere cultuur. Leuke groep, leuke staf, andere faciliteiten. Maar hetzelfde doel om gewoon... belangrijk te zijn voor de club en minuten te maken. Dus veel zin in. Je speelt op het middenveld. Heb je eventueel met andere mensen hier van Gent gesproken die al uit Nederland kwamen voordat je naar hier naartoe kwam? Ja, ik heb Bodil even gesproken. Ik heb haar even gebeld om te vragen wat zij hier, hoe zij het ervaart om hier te spelen. Maar ze heeft het hier erg naar de zin en dat was goed om te horen natuurlijk. Ja. Heb je een beetje het WK gevolgd in Australië en Nieuw-Zeeland? Beetje. Ik heb vooral de wedstrijden van Nederland gekeken en natuurlijk de halve finales en finale heb ik gekeken. Ik heb niet elke groepswedstrijd gekeken, maar wanneer ik tijd had en dat de tijden een beetje uitkwamen, heb ik wel gekeken. En wat vond je daarvan? Want enorm veel publieke belangstelling, hè? Zeker, zeker. Het niveau gaat echt onwijs snel omhoog als je kijkt naar de 4 jaar hiervoor. Je ziet steeds meer jonge meiden, meiden van 19, 20, 21, die echt wel nu... opkomen bij de veel verschillende landen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het vrouwenvoetbal alleen nog maar meer zal stijgen. Dus echt leuk om te zien dat het niveau zo snel omhoog gaat. Ja. En hoe was de belangstelling bij AZ in Nederland? Kwam daar weer publiek kijken? Ik denk, we zijn nu afgelopen seizoen is het overgenomen. Mm-hmm. Daarvoor was het nog VV Alkmaar. Ja, dat is eigenlijk niet heel veel veranderd, behalve dat eigenlijk de hele omgeving... nieuw is, maar de club en de staf is volgens mij redelijk intact. Dus dat was wel nog een ander complex. Mm-hmm. Daar kwamen bij de thuiswedstrijden zeker wel mensen kijken. Vooral bij de wedstrijden tegen topclubs, Ajax, Twente. Dat trekt meer publiek. Maar zeker de vaste kern bleef support. Ja, dat is een beetje zoals in België dan. Als de grote clubs komen, dan komen de mensen wel eens kijken. Ja. Vrijdag beginnen jullie tegen Anderlecht. Weet je daar iets van de landskampioen uit België? Ik heb vorig jaar 1 keer tegen ze geoefend in de voorbereiding met Alkmaar. Toen hebben we 3-1 verloren volgens mij, maar wel best wel een goede wedstrijd neergezet. Ik weet dat het een goede ploeg is en ik weet dat ze fysiek wellicht wat sterker zijn, wat meer lengte hebben. Goed voetbal spelen, maar ik denk dat we er wel wat tegenover kunnen zetten. Dus. Ja. Oké, okay. En dan voor jezelf, wat is de doelstelling hier in België, je eerste seizoen? Ik denk dat ik zoveel mogelijk minuten wil maken. En mezelf op de kaart wil zetten. Ik wil genieten met de nieuwe meiden hier. Mm-hmm. En punten pakken. Oké, okay. Ik dank je. Ik wens je veel succes toe. Dank u wel. U ook.